Lieke Martens heeft woensdagavond met FC Barcelona een grote stap gezet naar de kwartfinales van de Champions League. De Catalanen waren in de heenwedstrijd tegen Gintra Universitetas met 0-6 te sterk, mede dankzij drie assists van de Nederlandse. De thuisploeg uit Litouwen hield het eerste halfuur nog knap stand in het eerste 8 t finale duel. Bij Rus stond het echter al 0-2 en die marge werd in de tweede helft vergroot naar 6. Maarten stond zoals gebruikelijk aan de aftrap bij Barcelona en maakte de hele wedstrijd vol. De Oranje International. Die eind oktober werd uitgeroepen tot beste speelster ter wereld, had met knappe assist bij het eerste. Vierde en zesde doelpunt een belangrijke bijdrage aan de eclatante zegen. Voor het vrouwenelftal van Barcelona is het de grootste zegen in de Champions League ooit. Volgende week staat de return in Catalonië op het programma. Die wedstrijd begint om 18.30. Dekker. Okanook Dekker deed goede zaken in de Champions League. De middenvelder won met Montpellier de uitwedstrijd tegen ACF Brescia met 2-3. De Italiaanse formatie was in de vorige ronde nog verantwoordelijk voor de uitschakeling van de Ajax vrouwen. Dekker stond de hele wedstrijd in het veld namens Montpellier. Dat in de tweede helft het verschil maakte. Bij rust stond het namelijk nog 2-2 in Lumezane. Janice van der Sanden zag vanaf de bank hoe haar Olympiek jongen haalde op bezoek bij FC Biëkazigeurt. 0-7